Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en gisteren waren de 3F Awards en het was hartstikke gezellig. Dus ik heb vandaag lekker uitgeslapen en ik heb me klaargemaakt en ik ga zo mijn nagels laten doen. Mijn haar is trouwens echt super erg gegroeid. Ik wilde heel graag matten erin laten zetten. Maar ik denk dat dat eigenlijk niet meer hoeft, omdat het nu al best wel lang is. Maar als ik dat zou doen, zou het meer voor de dikte zijn, maar ik weet niet. Ik denk dat ik het gewoon zo laat. En super kut. Lars en ik hadden een beetje een miscommunicatie qua planning. En ik had een ticket geboekt voor donderdag tot en met zondag. Maar Lars moet zaterdag weg, want hij heeft een uitwedstrijd. Dus zou ik letterlijk voor anderhalve dag naar Noorwegen gaan om hem te zien. En in principe zou ik dat wel willen doen. Maar kan ik beter mijn tijd hier benutten. Dus dat gaan we skippen. En dan moet ik even kijken of ik mijn ticket kan omboeken. Of dat ik gewoon weer een nieuwe moet boeken. Maar die ga ik dus sowieso helemaal niet zien deze week. Dus dat is ook wel jammer. Maar het is niet anders. En nu ga ik mijn nagels laten doen. Want dat moet ik echt al letterlijk een week doen. Vorige week maandag, langer dan een week. Zit ik al elke dag te zeggen dat ik mijn nagels ga doen. En I did not do it. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik vanavond eten met Paola. Lekker pokeballs halen, daar heb ik echt zin in. En ik moet nu weg, anders kom ik te laat. Ik heb gisteren trouwens een nieuwe geur gekocht. Bois d'Argent, als ik het goed uitspreek, van Dior. En deze is zo lekker. Gio die had hem op. En ik kwam aan bij die shoot en ik dacht echt, oh my god, dit ruikt zo lekker. Toen zijn we meteen naar de Bijenkorf gegaan. En dan heb ik hem ook gekocht. Echt, dit is echt de allerbeste geur. Als je in de Bijenkorf bent, ga hem ruiken. Hij is echt zo ontzettend lekker. En dit is mijn outfit vandaag. Een pet en dit jasje van Tommy die ik gisteren heb gekocht. Kijk hoe leuk die binnenkant ook is. En daaronder een blauw basic t-shirt van Zara. Daaronder een broek van River Island. En daaronder mijn Chanel sneakers. En mijn Louis Vuitton tas. Dus ik ben klaar om te gaan. Het is heel erg blauw en denim. En ja, best wel mannelijk. Deze jas is denk ik echt net. Eigenlijk moet ik hier gewoon een hoodie onderaan, want nu is het echt net zeg maar. Het is een M en het is een mannenmodel, dus dat is redelijk groot. Ik heb net mijn nagels laten doen. En echt in een heel leuk kleurtje. Hella heeft ze weer gedaan. Echt super blij mee. En ik heb even snel een broodje gehaald, want ik ging echt dood van honger. Oh, kut. En nu heb ik een broodje genomen. Maar wat extra mijn kommer gevraagd, dat hebben ze niet opgedaan. Oh, jawel. Grapje. Ik ga nu snel pokeballs halen. En dan gezellig met Paola eten. Oh, heerlijk. Ik heb de pokeballs. En nu ga ik lekker in de auto. En ik heb zo'n honger. En ik heb hier zo'n zin in. Het is zo lekker. Ik was eten bij Paola. En Stanley kwam later. Dus we hebben eventjes Dave en Donnie doen zaken gekeken. Dus dat was leuk. En ik was mijn camera vergeten. Dus ik heb niet gefilmd. En ik ben nu thuis. En het is nu 10:30. Ik ga mijn make-up eraf halen. Oh, en ik zie nu dat ik nog een pyjama trui van Paola aan heb. Dus die zal ik even uitdoen. En die moet niet vergeten terug te geven. Ik ga lekker mijn make-up afhalen. Dat vind ik zo lekker altijd. Maar ik vind het ook zo lekker om gefliekt zijn. Soms denk ik, ik ga lekker nooit meer make-up opdoen. En dan kijk ik weer dingetjes van de Kardashians, van die kleine clips. En dan denk ik, oh, ik word er iedere dag gefliekt uitzien. Ik zit even te bedenken of ik mijn haar ga wassen, ja of nee. Ik ga morgen namelijk foto's maken met Noor. Maar dan kijk ik morgenochtend eigenlijk wel. Oké, ik ga even snel mijn make-up er afhalen. Tot zo. Oké, ik lig er zo in bed. En ik ben zo'n fan van dit YouTube kanaal. Het heet Kimi Kim. En zij post dus video's over dat ze eet. Maar zij doet echt de meest sicke shit. Even kijken hoor. Hier heeft ze 's ochtends een McDonald's ontbijt. En dan eet ze echt veel. Ze eet zeg maar dit allemaal als ontbijt. Dat zijn pancakes, eieren, twee van die aardappeldingen, een bagel en nog eens een soort McMuffin. Dan
hebben we ook nog... Deze vond ik heel leuk om te kijken. Maar mijn meest favoriete is een ASMR video dat ze sushi eet. Even kijken waar die staat. Oh, besef ook deze. Hier gaat ze sushi maken. Zij heeft dus een fles. Schiet op. Zij heeft dus een fles met Big Mac saus. En er waren er heel weinig van ter wereld. En bla bla. Het is een soort stunt van de McDonald's. En zij heeft er dus één. Echt heel lijp. En dat is dus deze fles. Die hier staat. En daarmee gaat ze een soort van sushi dingen maken. Nou, gaat ze hier bla 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 bla. Dan gaat ze alles maken. Oh, wacht. Besef even hoeveel eten zij hier heeft liggen. En het eet ze allemaal in haar eentje op. Zo ziek. Maar die heb ik nog steeds niet mijn favorieten laten zien. Het is echt zo amazing. Ik word er helemaal rustig van. Ik vind het fantastisch. Oh ja, hier. Oh, dit is echt mijn fave. Oh, het ziet er ook zo fantastisch uit. Ook je kan dit niet kijken en geen trek krijgen. Ze heeft hier echt allemaal van die Nigiri's liggen. En dan hier is California roll. En hier zo'n handroll met zo'n... Nou, het is echt fantastisch. En dan gaat ze zo heel zachtjes dat eten. Maar, dit had ik van de week al verteld. Ik vind Shanu's Life dus ook top. Neem kleine handige mentos kauwgomrollen. Zij eet dus ook constant. Ja, het is echt amazing. Dit zijn op het moment mijn twee favorieten. Als iemand die mijn vlogs kijkt... hier ook een soort van obsessie mee heeft. En ook goede YouTubers weet die dit dus doen. Let me know, want echt, ik wil dat heel graag weten. Van al die eating shows video's krijg ik zo'n honger. Ik trek het niet meer. Ik ben aan het feesten met Matthijs. En ik had zoveel honger gekregen van die video's dat ik nu een pizza ga eten. Yummy. Ik heb zo'n spijt dat ik pizza heb gegeten in mijn bed. Ik voel nu overal kruimels. Ik was helemaal gek. En ik ben nog steeds aan het feesten met mijn broer. Het is nu 2:50. Maar ik ga even de vlog afsluiten. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Pre-order het boek, hè? Ja. Want ik heb echt zin om dat te lezen. Echt, ik ben er helemaal happy die peppy ermee. En er staat ook nog een stukje in van mij. Dus nou ja. Als je mijn schrijfstijl wil zien, ik koop het boek dan wel dra. Ik heb net Matthijs kennis laten maken met Kimi. En hij zegt dat ik een fetish heb. Maar dat heb ik ook, een food fetish. Het gaat niet om Kimi. Het is niet dat jij denkt heb van, jij een voeten fetish? Hè? Food fetish. Oh, eten. Ik heb echt geen voeten fetish. Als ik iets lelijk vind, vind ik het A, mijn eigen voeten. En B. Ik heb ook zulke lelijke voeten gehad. Oh mijn god. Ik hoef echt, wij hebben echt van die Indische klauwen van zo'n... adelaar die dan dingen kan even. Oké, even één ding. Ik zit net de hele tijd tegen Matthijs te zeggen van oh, kraak niet zo, kraak niet zo. Want hij heeft zijn oortjes in, dus dat is een heel hard geluid. Deze man eet letterlijk thuis met plastic bestek, zodat hij niet hoeft af te wassen. Oh mijn god. Oké, bedankt voor het kijken. Doei!